in de zon gaan zitten. Ga je even nieuws kijken. Start er maar! Maar zijn we aan het inspelen. Ah, ze waren al warm, anders dan voor niks te krijgen. Ja. Ze zijn begonnen. Ze spelen de eerste match om de service, de eerste rally. Dus Niels mag serveren, staat op 0-0. Eens opletten waar Niels de bal precies mikt ook, hè. Dat is wel interessant. En hoe je de bal aanneemt vaak ook. Mikt ze over het algemeen een beetje richting de hoeken van de baan. Zodat dat... fout. Punt voor Niels. Ja, als je helemaal in de hoeken van de baan weet te spelen, hè, dan is het vaak een lastige bal. Zo. Commentaar erbij. Commentaar erbij. Fout. 1-1. Hij is wel rechts. Hij is wel rechts. Op de lijn, hij was niet dus als uit, hè? Waarom? Het is heel tegenstrijdig met voetbal, dat de bal op de lijn juist wel. Ja, dus met squash is dat zo. Dat de onderlijn ook uit is. En die onderste lijn staat daarom ook schuin. Bij onze lijn is het squash kun je zien van de richting veranderd. En daarom hebben we met sommige squash ook al besloten. Dat is ook wel lastig in het. En wat ze Niels Pavel probeert, dat is ook een goede tip voor jezelf misschien. Is om de bal in één keer uit de lucht aan te nemen, want dan mag je hem daarna nog een keer laten stuiten. En dat is vaak voor je controle is dat beter. En voor je rust. Ja, goed dat je een beetje krijgt met je rust van. Ga ze ook nog staan. Officieel mag je niet lopen bij de let gaan. En als dat wel gebeurt, dan hebben we als regel, je mag altijd een let vragen. En als je echt expres in de weg gaat staan, je schiet een beetje tegen elkaar aan, is het een punt voor jou zelfs. Ja, soms kom je niet aan dat je... Nee, dus als dit, dan spelen ze nu een led. Spelen ze punt opnieuw, want hij stond een beetje in de weg. Als hij nou één keer de bal schiet richting de voormuur, dan staat hij dan voor. Dus eigenlijk...